We gaan het vandaag hebben over no-land-tekens. Een onderzoek uitgevoerd door het VWL, door Daan Evers samen met Martijn Spoon en Bas van Bemmel. Die zitten er achteraan. Die hebben de hele persconferentie hard doorgewerkt met zijn ideeën om te zorgen dat dit op tijd af zou zijn voor onze onderzoeker. Zodat ik voor de onderzoek kan. Precies hier met IMW. Vandaag presenteren we de uitkomsten van dat onderzoek. Want wat is no-land-tek eigenlijk precies? Daar gaat het eigenlijk vandaag vooral om. Zelf woon ik in Haarlem. En mijn oudste dochter softballen daar. En mijn jongste dochter voetballen daar. En die voetballen bij DSS. En mijn dochter honkbalde en softballen bij Kinheim. Die zit op een heel groot complex. Van wel 7 voetbalvelden aan elkaar. 2 softbalvelden. En 2 honkbalvelden. Echt een hele mooie groene strook in de sportstrook van Haarlem. En ik heb geleerd van David, Martijn en Bas dat in Nederland elke dag dat hele sportcomplex 2 keer verdwijnt. Dat wordt namelijk verstedelijkt. En in heel Europa wordt een plek zo groot als het hele paleis Soestdijk, en dat is vlakbij mijn ouders, en alle landerijen daaromheen per dag verstedelijkt. En dat wil eigenlijk zeggen dat de bodem wordt afgedekt met stedelijke functies. Wonen, werken. Geluid is slecht, online worden. Ja. Ik denk dat je ergens gaan staan dichter bij een apparaat bij. Weet je niet. Is het geluid zo beter? Kan iemand zwaaien? Meneer Kampen, is dat beter? Ja, we krijgen een dankje. We hebben al meer getest met meneer Kampen vandaag. Het paleis Soestdijk en alle landerijen eromheen, dat wordt elke dag dus afgedekt door gebouwen, door steden en wegen. Nou, wat dat betekent voor Europa en wat Europa vandaag aan Nederland gaat vragen in de lidstaten, wat dat betekent in vergelijking met andere landen en wat we nog kunnen met de definities van wat ruimtebeslag precies is. En volgens mij gaat David in op kwantitatief ruimtebeslag, kwalitatief ruimtebeslag en relatief ruimtebeslag. Dat zal hij allemaal aan u gaan vertellen. Daar gaan we het vanmiddag over hebben. Het gebouw is een beetje koud. Dat komt omdat het gisteren een verwarmingstuk is. En vandaag schijnt hij weer op te truttelen. Dus ik hoop op verhitte discussie over ruimtebeslag. Dan houden we onszelf in ieder geval warm. Ik vertel heel even kort hoe de middag eruit ziet. We krijgen 3 presentaties. Allereerst van Gita Maas van IMW, gevolgd door David Evers van het PBL en Jan-Marie de Jong van het College voor Rijksadviseurs. Na elke presentatie is er ruimte voor 1 vraag. Ik wil dan ook een echte vraag. Ik wil geen opmerkingen die laat zien hoe slim je bent of hoe goed je hebt nagedacht. Ik wil gewoon echte vragen bespreken. Het moet een goede vraag zijn, want al die andere mensen die hier waren konden geen vraag stellen. Dus denk even na als je een vraag hebt om te stellen. Daar kijk ik heel angstig, dus er is iets aan de hand. Ja, het beeld is toch niet. Dat kun jij denk ik fixen. Dat kan het beeld op deze. Hij staat via, maar dan op dat grote scherm. Ja. Met share, toch? Ik weet niet. Anders heb ik altijd andere handreven. Ja. Andere komt ze aan. Dat is precies. Ik denk gewoon share in de hoofd. André is er weer. Ja, schrap je veel te snel. Een applausje voor André, want zonder André. Nadat we die 3 presentaties hebben gehad, gaan we uit 1 is een aantal groepen. Je geluid zal niet goed zijn. Nu weer wel, denk ik. Dank je. Dan gaan we uit 1 in 6 groepen. 2 groepen onder leiding van IMW over beleid. 2 groepen van onder leiding van TBL over ruimtelijke ordening in het algemeen. En 2 groepen over ontwerp met de CRA. 1 groep blijft hier, dat is een IMW-groep. De andere groepen gaan allemaal naar buiten. 1 groep zit daar bij de stoeltjes. 1 groep zit daar bij de stoeltjes. En de andere groepen zitten op de 3 zalen hier op de rij. En daar hangt allemaal een papiertje over welke zaal het is. Als het goed is, hebben jullie allemaal een gekleurd papiertje gepakt over waar je zit. Mag ik
even een papiertje zien. Ja, ik zie een oranje papiertje. Moet je nog oranje, geel, blauw. Mocht je nog geen kaartje hebben, dan na de presentatie of zie ik daar nog weer een kaartje. Kom eens op. En dan moet je naar een andere sessie. Na een uur hebben we een uur presentatie gesteld. Ik heb een reek aan doen. We hebben een korte pauze op het papiertje. Dan krijgen we een reflectie door Edwin van PDL en Wouter van CR. Wouter is ziek. Dus Ik weet dat niet. Dat gaan we improviseren. We zijn genoeg van de CR. Maak je niet van. Dan kijken we via met BZK kijken we dan vooruit wat die voor ons betekent, wat wij hebben uitgezocht en wat er vanmiddag is gediscussieerd. En dan hebben we gewoon een plenaire borrel en hebben we ook best allemaal heel warm. Dan wil ik Gita uitnodigen. Ja. En jij moet wel hier blijven staan. Ja, dat mag even. En we hebben een klikker. Dan Goed jullie allemaal te zien. Mijn naam is Gita Maas. Ik ben beleidsmedewerker bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En ik zal je vandaag vertellen over het beleidsproces van Don Atlantic. Dat doen we vanuit de INW omdat wij eigenlijk coördinerend ministerie zijn van de bodemrichtlijn waar dit doel onder gaat vallen. Nou, eerst wil ik eigenlijk even vertellen van waarom het voor ons zo belangrijk is om vandaag met jullie allemaal te praten. Dus dit is aan de ene kant omdat in de kabinetsbrief vorig jaar het heel duidelijk is gezegd dat water en bodem meer schuwen moeten worden bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. En voor ons is het dus eigenlijk ook heel mooi om vanuit een milieu-bodemhoek vandaag met mensen uit de ruimtelijke ordening in gesprek te gaan. Om te kijken hoe we die twee zaken eigenlijk steeds meer met elkaar kunnen gaan verbinden. Nou, ten tweede is vandaag voor ons ook een mooie kans om te kijken van hoe zou je zo'n Noord-Atlantic doel nou kunnen implementeren. Wat voor gevoel is jullie gevoel erbij? Is het een gevoel van nou, het wordt wel lastig? Of kan het misschien een mooie uitdaging zijn? Nou, het zijn misschien ook nuttige signalen die we kunnen meenemen naar onze positie in Brussel. En tot slot wil ik eigenlijk ook nog het PBL bedanken voor een mooi rapport. Ik raad ook iedereen aan het te lezen. Ik denk dat het heel erg toont dat Noord-Atlantic tussen hele verschillende opgaven staat. En je dus eigenlijk ook niet eenzijdig zou kunnen behandelen als een bodemdoel of als een hectare doel. Maar je toch in gesprek zult moeten met elkaar binnen de vele opgaven. Nou, ik ga jullie eerst vertellen over wat Noord-Atlantic nou is. En vervolgens leg ik wat meer uit over Nederlands beleid en hoe zich dat verhoudt tot het Noord-Atlantic doel. Nou, eigenlijk is het belangrijk om eerst het verschil te maken tussen bodemafdekking en Noord-Atlantic. Vaak wordt gezegd dat zijn verschillende dingen, maar ze gaan ook wel hand in hand. Nou, bodemafdekking is eigenlijk het permanent afdekken van de bodem met onderdringbaar materiaal. Dus dan moet je eigenlijk denken aan infrastructuur, woningen. Waar Noord-Atlantic eigenlijk veel meer gaat om het land gebruiken voor bepaalde functies, als wonen of wederom bijvoorbeeld voor bedrijventerreinen, waarbij je eigenlijk moet denken dat die ten koste gaan van semi-natuurlijke bodems. Nou, de commissie vat het zo op dat semi-natuurlijke bodems eigenlijk natuur- en landbouwbodems zijn. Dus eigenlijk wat PBL ook al zegt, het gaat eigenlijk om stedelijke functies die ten koste gaan van die landbouw- en natuurbodems. Nou is het wel zo dat die definitie nog onbepaald is, maar vaak zie je dus dat de commissie kijkt naar twee kanten, stedelijk versus natuurlijk, ruraal versus stedelijk. En eigenlijk is het Noord-Atlantic doel nu vanuit de Green Deal door de commissie weer de wereld ingeslingerd. Het valt uiteindelijk onder de EU-biodiversiteitsstrategie. En binnen die biodiversiteitsstrategie is de bodemstrategie aangekondigd. Dat zegt ook meteen iets voor de motivatie achter het Noord-Atlantic doel. Dat is eigenlijk dat bodem en land volgens de commissie met elkaar samenhangen. We bouwen misschien wel op het land, maar we moeten niet vergeten dat de bodem daaronder ligt. En dat het eigenlijk allebei steeds schaarsere hulpbronnen worden. Nou, wat de commissie ook zegt is dat in 2006 hebben ze eigenlijk al een eerdere bodemstrategie gelanceerd. En toen waren ze al bezig met dat schaarse bodem als bron. Omdat ze eigenlijk zeggen, in die tijd is het hergebruik van bebouwde terreinen hun niet snel genoeg gegaan. Dus tussen 2006 en 2012 was bijvoorbeeld 13% van de stedelijke ontwikkeling hergebruik. En nu wordt eigenlijk gezegd dat ze in 2050 naar 50% toe zouden willen. Dat wordt in ieder geval vanuit bepaalde wetenschappers wordt daar voor gestreden. En wat de commissie dus eigenlijk nu zegt, we willen naar een EU-doelstelling van nul netto ruimtebeslag in 2050. En let op, het is dus een EU-doel, dus over de hele EU, niet nationaal. En dat betekent eigenlijk dat alles wat je waar ruimtebeslag erbij pakt, je ook zult moeten compenseren. Dus netto nul. Nou, ik begon er net wel even over, maar waarom naar de Noord-Atlantic? Eigenlijk zegt de commissie,
Die bodem heeft zoveel waardevolle functies en is eigenlijk voor ons echt een sleuteloplossing voor de biodiversiteitsopgave, de klimaatopgave. En die zullen we dus echt zoveel mogelijk moeten behouden. Ik heb er hier een aantal op een rij gezet, maar het is een voedingsbodem, het is belangrijk voor de biodiversiteit, maar ook bijvoorbeeld voor het afvoeren van water. En dan zie je ook eigenlijk dat de bodem in de stad een functie heeft voor klimaatadaptatie, maar dus ook ruraal. In 2011, in de Roadmap Towards a Resource Efficient Europe, is eigenlijk no-net land take als eerste al genoemd. Dus het staat al relatief lang op de agenda, op het 2050 doel. Maar wat je eigenlijk ziet is dat ze in 2011 veel meer bezig waren met hoe kunnen we goede landkeuzes maken. Gaat het nu veel meer toch vanuit de bodem ook als waarde voor doen. En die goede landkeuzes zijn volgens de commissie eigenlijk al lange tijd zo belangrijk, omdat er ook een soort onomkeerbaarheid zit in die bodemafdekking. Dus stel je zet de bodem af, de diensten gaan verloren. En het is veel lastiger om dat terug te draaien dan om aan de voorkant er eigenlijk wel rekening mee te houden. Nou, ga ik nu kort in op wat is de Europese Commissie van het plan. Nou, eigenlijk wordt no-net land take op dit moment, hoe wij dat van het ministerie doorhebben, als een soort toevoeging gezien bij het bodemrichtlijnvoorstel waarmee ze in juni zullen komen. Nou, een toevoeging betekent dat het mogelijk wettelijke plichten kan bevatten, maar heel goed ook niet. En dat het meer een soort van oproep tot een ambitie is. Op 7 juni komt dus de richtlijn, dus dan weten we waarschijnlijk meer over of het nou echt wettelijk land of niet. Maar wat ze in de EU-bodemstrategie hebben aangekondigd, en dat is eigenlijk de mededeling, dat is dat ze in ieder geval met een definitie willen komen. En daar heeft de PWO naar gekeken. Dat ze met opties zullen komen voor monitoren en rapporteren. En dat zullen ze dus vragen aan de lidstaten. En dat ze ook private en publieke partijen zullen begeleiden. Dat zullen ze doen door middel van beste praktijken, richtsnoeren. Dat is eigenlijk vooral om tot een soort van gezamenlijke methodologie te komen. Nou, aan de ene kant gaat de commissie zelf dus iets doen, maar ze vragen ook iets van de lidstaten. En wat ze van de lidstaten vragen is vooral die voortgang, die is belangrijk. Ze vragen om nationaal, regionaal en lokaal streefdoelen op te stellen. Om eigenlijk dat netto ruimtebeslag tegen 2030 te verminderen. Dat is dus ten behoeve van die 2050 doelstelling. En het belangrijke is dus dat ze zeggen streefdoelen. Dus geen doelen, maar meer waar streef je naar. Twee andere zaken die ze vragen, dat heeft meer te maken met het hergebruik van land, is de implementatie van een bepaalde hiërarchie. Waarin ze eigenlijk zeggen, beperk of avoid eerst die afdekking. Kijk vervolgens naar welke terreinen je zou kunnen hergebruiken om ook afdekking te voorkomen. Daarna minimize. En minimize gaat meer over, nou, als je dan toch echt nieuw gebied moet afdekken, kijk dan af waar de bodem al in mindere staat is. Dus niet de meest vruchtbare goede landbouwbodems. En tot slot compenseren. Daar heb ik een foto van bijgesloten. Dat kan bijvoorbeeld door groene daken of groene gebouwen zijn. Die dezelfde functies enigszins kunnen vervullen als de bodem. Even een vraag van orde. Kan dat zo na misschien? Wil je nu wat... Nou, ik vroeg me even af of we deze presentaties toegestuurd kunnen krijgen. Ja, volgens mij komen ze allemaal online. Ja, ik heb dat zo. Ja, de recording. Ja. Ja, dat hoor ik om de hoek. Die worden toegestuurd? Ja, gewoon op de website. Prima. Wat ze ook van de lidstaten vragen, is om nog eens kritisch te kijken naar welke financiële stimulansen zijn er nou die eigenlijk het hergebruik van terreinen in de weg zitten. Het kan ook gaan om het gemeentelijk financieel beleid. Wat werkt daarin niet goed? Nou, dit is eigenlijk een overzicht van wat de commissie wilt. Nou, we zijn natuurlijk vanuit INW druk bezig met wat ligt er op dit moment al. En dat is niet alleen ons beleid, maar natuurlijk ook van BZK, van EZK en LNB. Nou, BZK zie je eigenlijk al dat vanuit Nederland natuurlijk die best lange traditie al hebben voor inbreiden en dat meervoudige ruimtegebruik. Dus dat het plaatje ook suggereert van zet nou die zonne-energie op een parkeerterrein en maak het multifunctioneel. Nou, daarnaast ligt de lange verduurzame verstedelijking er al langer. En die kijkt eigenlijk naar een soort motiveringsvereisten. Dus als je echt buitenstelling wilt bouwen, moet je echt kunnen motiveren. Tot slot de PZK op dit moment heel erg bezig met de regionale verstedelijkingsstrategieën en ook met de ruimtelijke puzzels in de provincies. Nou, wat we vanuit INW dus echt hebben aangegeven is dat water en bodem sturend vorig jaar. En voor mij is een van de belangrijkste principes daarin dat je eigenlijk niet wilt afwentelen. Dat is ook ten opzichte van bodemafdekking het geval.
Want wat eigenlijk de Kamerbrief zegt, als je ergens gaat afdekken, hou er dan rekening mee dat dat misschien tot klimaateffecten kan leiden in een andere gemeente. Of hou er rekening mee dat dat misschien betekent dat de bodem niet beschikbaar is voor toekomstige generaties. En misschien die functies die ik net opzoomde niet meer terug kunnen komen. Nou, aanpak grip heb ik er nog neergezet, omdat dat een beleid is van EZK, waarin ze ook kijken van wat is nou de benodigde ruimte voor de economie. Geeft deze opsomming al een soort van weer dat er zoveel opgaven in Nederland zijn, dat we wat dat betreft al meer ruimte nodig hebben, meer opgevat dan we in Nederland hebben, om dit überhaupt te kunnen vervullen. En dan is dit de vraag, stel, er komt nog een non-amending toe bovenop, hoe ga je dat ooit inpassen? Nou, tot slot, het coalitieakkoord is natuurlijk ook met heel veel verschillende zaken op tafel gegooid. Dat is eigenlijk ook een weergave van alles wat we met elkaar willen. We willen meer extensivering voor de kringlooplandbouw, we willen meer natuurgebieden, we willen ook de verdozing tegengaan. Nog even ingaan op het INW-beleid. Wat eigenlijk die waterbrief zegt, water- en bodembrief, is afdekking leidt eigenlijk tot problemen met waterafvoer en niet de stress. Nou, we gaan met z'n allen steeds meer in de steden leven. En als je die bodem dus afdekt, dan zal dat tot steeds moeilijkere omstandigheden gaan leiden. Daarnaast zegt de brief ook, er wordt steeds meer van de bodem gevraagd. Misschien is dat voorheen minder, maar je ziet nu eigenlijk, er moeten zonnecellen op terreinen komen, er moeten woningen worden gebouwd. Er komen steeds meer pakketjes die worden bezorgd aan huis, die leiden tot grote loodzak. Dus die brief die signaleert eigenlijk dat steeds meer van de bodem vraagt. En INW heeft dus eigenlijk ook om die reden besloten tot een inzet die ik heb samengevat in 3 punten. Het is dus aan de ene kant verminder onnodige bodemafdekking. Dus het vraagt ook met elkaar kijken van wat is nou onnodig geweest, wat kunnen we weghalen. Dan kunnen we misschien weer omtoveren naar stedelijk groen. De tweede is een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte bij nieuwe ontwikkelingen. En daarbij hebben we vanuit INW duidelijk aangegeven, houd erbij echt rekening met waardevolle bodems. VWL heeft daar een soort van eerste vingeroefening voor gedaan. Maar dat betekent dus eigenlijk dat je kijkt naar bodems, wat leveren ze en welke zou je beter niet kunnen bedekken. En tot slot is dat eigenlijk samengevat in een soort citaat van we kijken of er een aanvullend instrumentarium nodig is bij die ladder voor duurzame verstedelijking. Misschien ook al te doen door eerder in het proces te kijken naar dit non-land-take-tool. Nou, tot slot wil ik dan nog even kort laten weten wat op dit moment de positie is van INW. Zoals ik al zei, is in 2021 dus die bodemstrategie gepubliceerd. Ik denk dat we al sinds enige tijd met de commissie in gesprek zijn. En natuurlijk ook met andere lidstaten. En wat interessant is om te zien dat andere lidstaten meestal het eigenlijk wel eens zijn over dat we efficiënter moeten omgaan met ons land. Maar dat er hele verschillen zitten tussen landen. Bijvoorbeeld in Duitsland heeft een nationaal hectare doel. Terwijl bijvoorbeeld in Zweden het echt zegt, dit is echt een nationale bevoegdheid. De commissie heeft eigenlijk niks te zeggen over de ruimtelijke ordening. Nou, wat wij vanuit INW als signaal in ieder geval hebben afgegeven, is dat het no-net land teken in een land als Nederland echt toch heel moeilijk haalbaar zal zijn. Dat we veel te veel opgaven hebben en dat er ook natuurlijk bepaalde nationale omstandigheden zijn, zoals huishoudenvorming, die je eigenlijk zou moeten meetellen. En dat vertaalt zich eigenlijk meteen in dat we het zien niet als een absoluut einddoel, maar dat het wat ons betreft veel beter functioneert als een operationeel doel. Dan jaagt het wat ons betreft ook veel beter aan om naar die bodem te kijken, maar wel eens aanhouden met alle andere opgaven. Dat zijn 2 signalen die we met de commissie hebben gedeeld. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet ook als een soort kansrijk project zien. Die kansen heb ik eigenlijk samengevat. Aan de ene kant geeft het weer kans om toch nog eens te kijken naar oude industrieterreinen. Misschien wat staat leeg, dat kunnen we beter gebruiken. Sorry, ECK, maar. Dus, maar dat vraagt een nader gesprek. Waar een workshop voor? Of een goede vraag, zo meteen. Ja. Tegelijkertijd, dus dat multifunctionele gebruik, waar ik het eerder al over heb. En ik denk dat dit eigenlijk, wat ons betreft, de laatste punten waren. En hier hebben we kort weergegeven waar we het straks in onze workshop over hebben. Dus, bedankt voor het luisteren. En mocht je nog vragen hebben, om dan inderdaad vanmiddag anders ook naar het nummer toe. We mogen nu helemaal geen vragen. Ja, er mag 1 vraag worden gesteld. Dus ik wil even de vingers zien wie er een vraag heeft. En als er maar 1 is, hoef ik nou te kiezen. Ik zie 2 mensen met een handje omhoog. Ik begin even bij degene achterin. En als dat een slechte vraag was, ga ik gelijk naar het kan altijd een slechte vraag zijn. Maar ik kom van ver, dus ik was vooral nieuwsgierig wat dit nou een verhaal was.
Eén was mijn vraag van hoe kan je dit nou inderdaad objectief goed wegen? En want je gaf ook aan, alle landen hebben eigen karakteristieken. Nou, wij zijn van plat als een dubbeltje, klein en heel veel. En wij hebben nog bevolkingsgroei. Mm-hmm. En twee, we hebben ook nog een relatief grote landbouwsector. En dan het pleidooi wat ik nog heb is van, als we kijken naar ruimtes. Net zeg je heel netjes industrieterreinen. Met 2,5% gaat maar naar economie in totaliteit. Dus wat wil je met 2,5%? Wat voor sturing geeft dat dan? Hè? Dus die verouderde industrieterreinen zijn misschien 0,001. Dus, en dat ligt hieruit. Is dit een vraag of een opmerking? Nee, laat ik van de zaal horen. Ik wil even de hoe zijn de dingen objectiveerbaar? En is het dan goed dat Nederland zich vergeleken wordt met Zweden? Of moet je Nederland bijvoorbeeld vergelijken met Parijs? Ja, nou, ik denk dat dat ook heel veel afhangt van de gesprekken die plaatsvinden. Wat nog niet bekend is van wat is het schaalniveau uiteindelijk van dit doel. Dus moet Nederland bijvoorbeeld binnen Nederland gaan compenseren? Of omdat het een EU-doel is, kun je dat ook tussen landen uitwisselen? Nou, dat soort zaken geven alweer meer ruimte. En ik denk dat eigenlijk het rapport wat we van het PBL hebben gevraagd ook helpt in het eigenlijk op een andere manier zien. Dat geeft eigenlijk al aan dat huishoudens om meer woningen vragen, om meer andere opgaves. En dat je dan eigenlijk dus al non atlantic op een andere manier zou moeten definiëren. Dan echt een absoluut rentabel doel. Dat werkt voor Nederland wat dat betreft gewoon heel slecht. En dat is dus ook iets wat wij in onze bestudering gaan meenemen. En nog even je naam en waar je vandaan komt. Ja, Jurgen Schild, EZK. Coördinerend op ruimtelijke ordening. Zowel de inpassing als energietransitie als de inpassing van de economie. Maar dan kom je alleen maar van de overkant. Ja, maar ik kom van ver in deze discussie. Oh. Dat is mooi. Dan hopen we dat je wat verlicht wordt. Er is dan nog tijd voor degene die voor je zit. Zeg even je naam en stel je vraag. Ja, kan wel. Kort hoor. En het heeft er wel mee te maken. Maurits Pongenaar, provincie Noord-Holland. Ik denk dat je heel mooi weergeeft dat het in lijn is met Nederlandse beleidsdoelen wel. Hè? Met veel Nederlandse beleidsambities. Maar dat zelfs Nederland al zegt, dat wordt een lastig verhaal. En ik was gewoon heel benieuwd, Oost-Europese landen waar dit volgens mij veel minder speelt. Mm-hmm. Hoe kijken die aan tegen no-net en take? Daar gaat de volgende spreker iets over vertellen. Oh. Een beetje. Ja, nou, ik denk dat het is enigszins lastig, want die hebben zich tot nu toe wat minder uitgesproken in de discussies. Het is ook lastig om te zeggen, ik weet echt te weinig van hoeveel ruimte zij hebben om te hergebruiken bijvoorbeeld. Misschien dat David daar net meer... De commissie had een inspraak een jaar geleden en iedereen kon dingen insturen. Er zijn ongeveer 200 documenten opgestuurd. En als je op de commissie-website kijkt, dan kan je die allemaal nalezen. Dus dat helpt. Ja, we gaan nu voor een scriptiestudent aanlaten. Dus het is op zich een hele goede vraag. En wij zitten ook na te denken, maar dan loop ik ook een beetje uit op het programma. Want we gaan natuurlijk straks toch een korte Mentimeter-sessie doen. We willen zelf heel graag ook een seminar organiseren met Europese collega's. En landen uitnodigen van hoe gaat het bij jullie? Dan gaan we straks even vragen of daar na alle verlichting voor de mensen die van ver zijn gekomen behoefte aan is. En dan hopen we dat beter te kunnen beantwoorden. Misschien een vraag. Gita, bedankt. Ja. Applausje voor Gita. We zijn nog precies binnen de tijd, dus dan gaan we beginnen met David Evers. Van het PBL, de schrijver van het rapport van gisteren officieel is gepubliceerd. Er ontstond net ook er werd een handje opgestoken online. Ik weet niet of je daar ook nog... Er was de band met jou online de gaten houden. Dat is net hoor. Bewaar het even. Dan komen we na de avond bij jullie terug. Als er nog wat is, dan vraag ik even of het in de gaten wordt gehouden. Oké. Nou, goedemiddag allemaal. Leuk om eigenlijk alle vakgenoten te zien, vanuit de ruimtelijke ordening. Ik ben senior onderzoeker ruimtelijke ordening bij de Landbouw en Leefomgeving. Ik geef ook les in planologie aan de UvA. Dus mijn blik op dit onderwerp is gekleurd door dat achtergrond. Toen ik dit eerst hoorde, No-Net Atlantic, dacht ik van, ja, dit is echt iets dat ik graag met u wil bespreken als ruimtelijke ordenaars. Dus dat ga ik vandaag doen.
iets vertellen over wat betekent dit allemaal voor ons en wat kunnen wij of wat moeten wij hiermee? Ik begin met zo'n blaadje. Aan de linkerkant zie je een willekeurig stukje grond in Nederland. Hè? En de ruimtecoördinaties denken van ja, dat is een mooie plek om iets mee te doen. Of misschien wil je een stukje conserveren. In ieder geval heb je zo'n stuk grond, je moet er wat mee. En soms kom je dan Europese regelgeving tegen. En heel vaak komt dat als een verrassing van, oh oké, dat is niet dat speelt. En die kunnen soms met elkaar opstapelen. En soms zijn ze behoorlijk hard. Je kan er niet omheen. Zelfs de Tweede Kamer kan een richtlijn niet terugdraaien. Dus het is wel een ding. We hebben 10 jaar geleden geprobeerd dat allemaal in kaart te zetten. Dus alle EU-beleid in Nederland hebben we in een GIS gezet. En al die lagen op elkaar gestapeld. Dat zie je aan de rechterkant. Je ziet bijna geen witte vlekken in Nederland. Allemaal gedekt door één of meer Europees beleid. En daar moet je wel mee. Tegelijkertijd is er geen Europees ruimtelijk beleid. De Europese Unie heeft geen bevoegdheid voor ruimtelijk orde. Dus dit komt allemaal uit allerlei andere sectoren en we beïnvloeden niet de ruimtelijk orde. Dus ja, het blijft een beetje worstelen, want soms buiten ze het elkaar. Soms is er iets. En soms komt er beleid die echt heel direct onze ruimtelijke orde raakt. Enter Nomad Atlantic. Wat is Nomad Atlantic? De eerste keer dat ik dat hoorde, dacht ik aan een lunchje pik. Maar ja, dat is het niet. Ik ben Amerikaan, dat hoor je aan mijn accent. In Amerika praten wij over takings. En dat is onteigening. Of als je een lagere bestemming doet, landschade. Dit is er helemaal niet. Het gaat over functieverandering van landelijk naar stedelijk. Ah, nou, dat is iets wat nu betrekkelijk is voor ons als ruimtelijk ordenaars. In België hebben ze over ruimtebeslag, dat kan ik ook heel weinig bij voorstellen. Maar verstedelijking, ja, dat kennen we allemaal. Aha. Dus er is een stuk van herkenning. Dit doen we heel lang in Nederland. Wij streven tot samen ruimtegebruik. Wij willen open gebieden beschermen. We hebben al constructies zoals Road Raccoon. Die lijken heel sterk op. Dus je denkt van ja, misschien is het een echte steun in de rug. Maar ik heb ook een kritische houding. 1 is dat het absoluut is. Cijfer 0. Je moet naar 0 komen. En het maakt geen rekening met de maatschappelijke opgave en topgave. Dus dat is al eerder aan de orde gekomen. Dus dan kijk ik als een ruimtecoördinator met wat sceptisch tegen dit nieuwe onderwerp. En ik denk van ja, we willen altijd een soort afweging maken, een balans zoeken. Kan dat met No Net Atlantic? Nou, daar wil ik met jullie ook over hebben in de workshops. Maar eerst wat facts en figures, want daar is Planbureau bekend om. We brengen eerst in kaart van hoeveel Atlantic is er in Europa. Dat is behoorlijk veel. Dus aan de rechterkant zie je eigenlijk de groei van stedelijk gebied in Europa. Dus dat neemt toe. Je ziet dat in de afgelopen 20 jaar het is niet nul. Het is meer dan 1 miljoen hectare voldoende bijgekomen voor stedelijke functies. Nou, ongeveer Vlaanderen, in elkaar opgeteld. Of 250 voetbalvelden per dag. Dat is fors, maar ja, Europa is ook heel erg groot. Dat getal is een beetje wel blikveld. Laten we gewoon kijken hoe het zit met Nederland. In Nederland, als je over dezelfde periode kijkt, en dus 2000-2018, en we gebruiken Europese gegevens, die Corine Laatgaard weer gaat, dat is wat nu leidend is in de discussie, komen we tot een getal van rond 70.000 hectare. In Nederland, die van de bruto Atlantic is. En daar zitten wij op nummer 6. Dus bij de grote jongens. Want Nederland is niet de grootste land in Europa. We zijn wat kleiner. Nou, dan als je dat omrekent naar hoeveel oppervlakte hebben wij in Nederland, dat noemen wij die intensiteit van de Atlantic. En dan zitten wij helemaal bovenaan. Geen land neemt zoveel
ruimte in beslag voor stedelijke functies ten opzichte van oppervlakte, oppervlakte als Nederland. Dus misschien gaan we dat hier echt mee te maken heeft. Je kan ook kijken naar de groeitellen. Snel. Die zien wij niet, daar zit je overheen. Ja. Huh? Op de een of andere manier zit je daar overheen. Oké, oh, ja. Maar goed. Je ziet Nederland daar niet, ik zie het wel. We zijn dan nummer 16. Dus we zijn of nummer 6, absoluut, nummer 1, relatief, of 6 qua groei. Dus we zijn behoorlijk. Zo de Champions League van de government non-Atlantic. Maar wat is dan die Atlantic? Wat is dan dat ruimtebeslag? Nou, Piet heeft heel terecht gezegd, is nog niet bekend. Het moet komen in een nieuwe wetsvoorstel. En om daarop te voorbereiden hebben wij een paar analyses gedaan als PBL. En wij zien eigenlijk twee verschillende smaken of interpretaties. Wat Atlantic of ruimtebeslag. De eerste is de heersende, en dat is van de European Environment Agency. En dat gaat over functies. Functie landbouw, functie natuur, naar functie stedelijke functies. Okay, het gaat over vlaktes, je telt die hectares op en dan krijg je land. Daar zit wel wat haak en oog aan. Klinkt heel erg logisch, klinkt heel erg simpel. Hoe dichterbij je kijkt, hoe ingewikkelder het wordt. Het is ook een kwalitatieve. En dat is rekening houden met de bodem. Met de bodemkwaliteit. Nou, dan kan dat de zaken veranderen. De Franse theorie. Met de eerste, de hectares, hoe zit het dan? Nou, wat we hebben gedaan, is een brede definitie gesteld. Al die stedelijke functies, en dat is eigenlijk wat nu eerste is, met het idee van alles wat onstedelijk en ook dingen zoals mijnbouw, dat is landtake. En dan hebben we dat berekend en dan hebben we categorieën van afgehaald. Zoals stedelijk groen. Dat is niet echt verhard, dus laten we dat aftrekken. Infrastructuur, laten we dat aftrekken. Wat komt het? Nou, je kan minder middenlandtake geven, absoluut. Maar onze positie in Europa, die blijft ongeveer hetzelfde. Dus we blijven ook nog steeds heel veel verstedelijk relatief gezien. Dat kwalitatief. Dat is nog steeds heel erg vaag op EU-niveau. Er is niet zo vreselijk veel discussie daarover binnen de landtake-discussie. Maar dit kan wel grote gevolgen hebben. Dus we hebben een quick and dirty analyse gedaan, waarbij allerlei ecosystemen op elkaar hebben gestapeld. Want op dit moment zeggen ze, ja, nou, als er ecosysteemdienst achteruit gaat, is dat kwalitatief slecht. Oké, goed. Gaan we vanuit. En dan hebben we gekeken naar al die grondgebruikscategorieën. En hieruit komt dat landbouw net zo slecht scoort als het stedelijk groen. Precies. En stedelijk groen scoort beter. Ja. Nou, dan kun je ook afvragen waarom moet het volbouwen van een park geen landtake zijn, maar het afbreken van een glasstelgebied dat versteken wel landtake. Het roept allerlei vragen op. Als je landbouw helemaal zou schrappen uit de definitie, is ons probleem opgelost. We hebben ook analyse gedaan met bodemaftrekking. De hoofdboodschap hier is eigenlijk, dit kunnen we heel goed meten in principe met satellietbeelden. Maar elke dataset lijkt iets anders te zeggen. En ook met onze eigen CBS-data. Dus als we praten over monitoring, ja, je moet op een gegeven moment een keuze maken. Welke dataset ga je gebruiken? Want die zeggen ook allemaal andere dingen. Het lijkt zo simpel, maar als je dichterbij kijkt, toch ingewikkeld. Dus wat open vragen. Wat hoort wel of niet? Vastaanbouw. Is dat landtake? Is duurzame energie landtake? Ja of nee? Parken. Als bodemkwaliteit een factor is, hoe ga je dat meten? Welke indicatoren ga je voor gebruiken? Tel je salderen? Is het erger als je een stukje grond ontwikkelt met een heel goede bodemkwaliteit dan slechte bodemkwaliteit? Telt het 2 keer zoveel? Telt het 10 keer zoveel? Dat is allemaal open vragen. Ja, en natuurlijk resoluties. Dat zijn ook onderdeel.
van discussie. Nou, terug naar dat absoluut. Hè? Want dit is een absoluut getal. We moeten naar nul in principe. Maar dingen zijn niet zo absoluut. Je hebt plekken in Europa die te maken hebben met kring. Plekken die te maken hebben met groei. En als je daar rekening mee houdt, dit is een kaart van hoeveel verstedelijking er is per inwoner. En of je boven of onder Europese gemiddelde zit, dan ziet Nederland ook niet zo slecht uit. We zitten in een relatief gunstige positie dat wij verstedelijken veel, maar minder dan de Europese gemiddelde ten opzichte van de bevolkingsgroei. Dus wij doen het relatief compact. Er zijn gebieden zoals Griekenland, waar absoluut gezien ze verstedelijken bijna net zoveel als Nederland, maar met een bevolkingskrimp. Dus ja, dit kan ook dat debat financieren. Mijn laatste slide gaat over de toekomst. Want wij zijn aan de vooravond van een nieuw beleid, op de Noord- en Atlantic. 2050 lijkt er weer weg. Maar we hebben ook als PPO scenario's gemaakt voor 2050. En vorig jaar is een publicatie gekomen, een grote opgave in een beperkte ruimte. En daar staat bestedingsscenario's. En we hebben gekeken van, ja, wat is dan de lente? Wat is een ruimtebeslag in elk van die scenario's? En dat valt op dat er wel heel veel verschil was. Hè? Je kan de omgeving van hoge groei, lage groei niet kiezen. Maar daarbinnen kan je wel kiezen of je compact gaat verstedelijken of diffuus en ruim verstedelijken. En als je kijkt naar de lage scenario en compact, nou, dan is er al weinig landing. En dat is behoorlijk wat als het de andere kant is. Dus boodschap hier is ook, ruimtelijk ordenaars, we hebben zelf voordeel in handen. Dus de dagelijkse praktijk van hoe wij stedenfuncties vormgeven. We kunnen ervoor gaan. Er is veel te kiezen. We zijn aan het begin. En dan vind ik dat is een mooie brug naar CAA. Dankjewel, David. Dank u wel. Ja, binnen de tijd nog niet helemaal, maar je had iets extra tijd, mag Rita. Er is weer ruimte voor één vraag. Ik kijk even om de hoek. Mocht er een vraag komen in de chat voor de mensen thuis, jullie kunnen dus een vraag stellen via de chat dan. Weegt Laura af en toe een goede vraag en we gaan het uitstellen. Maar ik kijk even rond. Ik zie 1, 2 mensen met 3. Dus ik vind het misschien van jullie de beste vraag. Ik zou gewoon weer gaan in de winkel. Dat kan maar niet. Het is een heel goed betoog, heel problematiserend dat mijn vraag is. Ook van wat is nou, want eigenlijk is het jouw net, het lentekens, dat is een middel eigenlijk. Hè? Jij bent ingegaan op wat mogelijke doelstellingen zouden kunnen zijn. Maar wat is nou zeg maar op Europees niveau? Is daar overeenstemming over wat men daarmee bereikt moet gaan worden? Zo'n beleid. Ik heb wel hier ideeën over wat er bij moet zijn, dan de middelen daar naartoe. Ik denk dat op dit moment, ja, ze willen minder verstedelijken, minder bottom-up tekenen. Maar dat is toch geen doel, dat wil je dus mee bereiken. Biodiversiteit staat onder biodiversiteit, staat onder Europees Green Deal, al dat. Ik kom daar een milieuboek. Ja, maar waarom wordt dat dan niet als doelstelling geformuleerd? Want daar kan je dan toch veel mensen beter op sturen dan zoiets. Nou ja, dit is een operationeel doelstelling. Binnen dat doelstelling. Ja. Ik denk dat je een goed punt hebt, maar dat het iets is voor de beleidsmakers die in Brussel acteren. Om te spreken over het probleem, over de oplossing. Want no-net-net is natuurlijk een oplossing voor een probleem met bepaalde gevolgen. Ja. Dat is denk ik wat je bedoelt. Daar zou ik met elkaar over moeten hebben, dat lijkt me veel zinvoller. En dat die aanzet leven jij volgens mij, met de manier waarop je het problematiseert. Ja, het was ook de bedoeling om de mensen van INW te empoweren die discussie te gaan voeren in Brussel. Precies. Volgens mij op de foto zit ik daar gelijk achter, maar ik zag nog zeker voorzichtige vingers achter. Ja, maar hier ook een beetje. Oh, en dat maakt het. Dit gaat.
die eerste ronde al opgeslagen. Ja. Wie stelt de vraag en wat is de vraag? Wordt er wel voldoende nagedacht vanuit het ecosysteembenadering? Dus vanuit stromen in plaats van oppervlakte en patronen? En wie dat is, dat is onduidelijk. Oké. Vind jij de vraag duidelijk? Ja, oké. Dit is vertaald naar het term van ons rapport, de kwalitatieve benadering. Ja. Ja. En op dit moment de Fransen zijn de grootste voorstanders daarvan. Maar misschien, wie weet, komt de definitie wat de Europese Commissie kiest wel meer kwalitatieve elementen daarin. Misschien komen ecosysteemdiensten in definitie. Ja, en dan moeten wij allemaal iets leren. Op dit moment weten we het nog niet. Dus ik wil ook niet pleiten dat het zou moeten. Ik wil alleen zeggen dat wat zou de gevolgen zijn in Nederland als dat wel het rapport. Ik zie nog een heel pertinent vingertje. Ja, want ik had niet zomaar een moeilijke vraag, maar ik had toch wel duidelijk een vraag ook aansluiten bij het beleid waar Jan het over had. En misschien ook wel bij wat hier wordt gesteld. Dit gaat ook heel erg uit van de ecologische doelstellingen. Maar het zou mij weinig verbazen met een geopolitieke druk, de geopolitieke problemen die op dit moment zijn. En met een Green Deal die veel breder is dan alleen maar no net land. Het zou me weinig verbazen dat die landen die de grootste lenteken hebben genomen, afgelopen jaren ook de grootste groei hebben gehad. Wordt er dus naast die ecologische stroom ook nog gekeken naar de economische bijdrage van de fondsen? Ik moet echt wel zo'n raamje worden. Ik zou zeggen, er is een verband, ik weet niet welke causale verband het verband gaat. Heel vaak denken we in term van er is economische groei. Of dan komt er druk om de ruimte. En dan als gaan we gewoon naar proberen dat te faciliteren op een goede manier. Dus je ziet landen die vaak veel land tekenen, die zijn vaak groeiende landen, maar ook niet. Je hebt Griekenland die ook heel veel land tekenen. De economie dat is ook niet zo best. En bevolking grint. Dus er zit meer achter dat besteden van schermen. Er zit ook meer bij dan alleen maar biodiversiteit. Ja. Maar op dit moment is Zwitserland, dit is gewoon een beleid die bedacht is vanuit milieuorganisatie. Maar het komt heel dichtbij de ruimte vormen. Dus ik denk dat iedereen waarschuwt van hey, ik kom er aan, we een discussie over hebben. Maar het is misschien wel goed om te beseffen dat waar het vandaan komt is de bodemhoek. De biologische kwaliteit van de bodems. Achterin de gedachte achter. Nou, zie dan toch ook de bijdrage die bodem kan leveren aan andere maatschappelijke opgaven, zoals klimaat, circulariteit, al die andere opgaven waar we van moeten hebben. Dus de commissie pakt wel degelijk de brede doelstelling vanuit de Green Deal. En daar speelt bodem juist een belangrijke rol in. Maar daarnaast zit ook nog de factor dat er natuurlijk veel... We zijn over de tijd heen. We gaan nu naar Jan-Marie. We waren vandaag even voor de workshops. De workshops. Jan-Marie. Ik zet hem op, ik heb een trigger. Je weet het wel. Ik kan nog eens even beginnen met het doel ook waar je naar gevraagd wordt. Maar mijn eerste reactie op het woord van No Net Land Take, dacht ik, oh jee, dit is een negatief frame, dat gaat niet werken. He, want mensen die willen eigenlijk iets hoopvols horen en niet iets wat je niet mag. Nou, ik zat ook meteen van, oh, dit worden definitiekwesties. Nou, we hebben het al gezien. Maar mijn vraag was dan precies, wat willen we nou eigenlijk bereiken? En als ik dan de stukken bekijk, en Gieter zei dat eigenlijk ook, ja, het gaat om bodemkwaliteit. En hoorden we net, bodemkwaliteit gaat om biodiversiteit. En een kwart van de biodiversiteit zit in de bodem. Laten we dat goed onthouden. Maar natuurlijk ook om de klimaatadaptatie en mitigatievraagstukken. Om goede voedselproductie en om een gezonde omgeving. En wat is er dan nodig? Wat helpt een onbedekte bodem, een onbedekte schone bodem, goede kwaliteit? Want daar zitten heel veel ecosysteemdiensten in. Maar in ons land is ruimte heel kostbaar. En juist
in die bodemkwaliteit zit heel veel oplossend vermogen. Dus ik vind het niet zo gek in gedachte dat Europa hiermee komt. Maar ja, het gaat niet alleen om de bodemkwaliteit buiten de stad, maar ook in de stad. En daar zien we toch nog steeds een afname van de stedelijk groen. Hier een plaatje van Amsterdam. Een flinke afname. Maar ja, het roept ook vragen op als definieer. Nou, gelaagd groen. Want wij proberen enorm om, Gita had dat voorbeeld ook. Als je dan verstedelijkt, om dan toch groen terug te brengen, is het niet in de bodem, dan wel langs de gevel of op het dak. Maar ja, het zit dan in je definitie kwesties. Ja, en laten we dan het toch ook eens hebben over die lange kwaliteit. Want zeker in Nederland is landelijk gebied niet hetzelfde als een gezonde en goede bodem. Want we dekken daar ook heel veel af. En de kwaliteit van die bodem, dat zat ook in het plaatje net, is slechter over het algemeen dan in een mooi park in de stad. Maar goed, Nonet Lentwijk, wat zou voorpleiten? Volg mijn gedachteoefening. Nou, in ieder geval bewustzijn. En als je iets belangrijk vindt, dan ga je dat monitoren. Dus dat helpt ook. En het geeft voeding aan het maatschappelijk debat. Want we hebben nog altijd een soort mythe dat de stad vol is en het landelijk gebied leeg. Maar dit soort plaatjes laten wel zien dat in de stad heel veel monofunctionele ruimtes zijn. Met name voor de auto. Waar nog heel veel oplossend vermogen zit. En dat juist in dat landelijk gebied, dat dat eigenlijk een stapeling is van allerlei functies. Waar veel meer multifunctionaliteit aan de orde is dan je op het eerste gezicht zou denken. Maar het roept ook de vraag op. Het debat hoop ik met zo'n Nonet Lentwijk verhaal van waar willen we in Nederland nou eigenlijk ons geld mee verdienen? Willen we dat met die ruimte slurpende grote hallen? Willen we dat met bloementeelt in enorme kassen? Is Nederland daar nou de publiek voor? Levert dat de meeste toegevoegde waarde? Dus ook dat debat zou hiermee aangezwengeld kunnen worden. En een ander debat wat aangezwengeld kan worden, gaat over een rechtvaardige grondpolitiek. Want wij hebben allerlei prikken om goede bodem toch te gaan verstedelijken of af te gaan dekken. En dat heeft ermee te maken dat er een meerwaarde zit van woningbouw ten opzichte van glastuinbouw bijvoorbeeld. Of ten opzichte van de bodemgebonden landbouw of ten opzichte van bos of natuurgrond. Dus verstedelijking, land take, loont als je naar euro's kijkt. En ook daar, als je dat niet goed regelt, dan gaat er een verwachtingswaarde spelen en dat stuurt ook die prijs op. Dus misschien dat we ook eens goed moeten kijken naar hoe die waardering in euro's, hoe dat werkt. Ik hoop dat dat in een van de workshops aan de orde komt. Wat blijkt tegen? In ieder geval, wat blijkt tegen een soort eendimensionale kwalitatieve benadering? Dat is dat je het niet over kwantitatieve benadering, dat je het niet over kwaliteit hebt natuurlijk. En dat het perverse prikkels op kan roepen. In Nederland pleiten we heel erg voor het op regionaal niveau bekijken van de rood-groen-blauw balansen. Als we verstedelijken, dan willen we ook het groen en blauw meegroeien. Hier een voorbeeld van Utrecht. Nou, op het moment dat verstedelijking te smal genomen wordt, dan heb je die schuifruimte op regionale schaal. Heb je niet meer. Misschien zou je zelfs wel moeten zeggen, Nederland is één grote stad. En we moeten binnen die grote stad Nederland, moeten wij tot de beste verhouding weten te komen. Als we gaan verdichten zonder oog voor kwaliteit, dan missen we natuurlijk heel erg veel in de stad, in de dorpen. Want ook daar is groen en blauw van levensbelang. Dan krijg je nog de perverse prikkels op weg naar 2050. Het kan zijn dat mensen denken van, oh, houden wat je hebt. Mijn eerste baan was bij de gemeente Ede. En ik herinner me nog discussies daar in de Gelderse Vallei. Waar allerlei kippenschuren stonden te verkroppen. Ja, waarom stonden die schuren daar nog? Omdat mensen die lieten staan, omdat ze dan het bouwrecht behielden. Om ooit nog eens nieuwe schuren te kunnen bouwen. Nou, datzelfde zouden we hier kunnen krijgen.
En wat we natuurlijk ook zien is bouwen op de groeien. Dat er te veel plancapaciteit, maar ook te veel gebouwd wordt. En dat er dan dus niet efficiënt gebruik gemaakt wordt. Dus dat zijn waarschuwingen. Dan de vraag, is nou net mijn tijd eigenlijk nodig als Europese richtlijn? Want ja, ik heb net ook al gezegd, stel dat we al ons bestaande beleid nou eens serieus nemen. Dit is een rijtje wat we nu al hebben. Waarbij bodem en water sturend met vrije cent, maar laten we dat alsjeblieft serieus gaan nemen. En dan is er nog niet zo lang geleden ook door Nederland onderschreven dat we moeten gaan proberen om 30% beschermde natuur in 2030 te realiseren in Nederland. Dus als je dat bij elkaar optelt, dan zou je zeggen dat het met die bodem ook goed moet komen. Maar dan is er nog wel een wereld te winnen. We zijn er nog niet met wat we hebben. Een geïntegreerde bodemstrategie hebben we eigenlijk nog niet in Nederland. Het is toch bijzonder dat er bij INW een programma bodem en ondergrond is. En nu ook nog een programma bodem en water sturend is. En dat LNV een programma bodems heeft. En BZK, kom op, waar ben je? Ik denk dat jullie toch ook een strategie voor de stad bodems moeten hebben. Nou, ja, daarmee hebben we dus nog geen geïntegreerde bodemstrategie. Terwijl alles wel op die ene plek in de bodem samenkomt. Dan is ook nog de vraag van ja, wie moet zich nou in die stad aan wat aanpassen? Als je kijkt wat bomen bijvoorbeeld nodig hebben, die hebben ongeveer evenveel onder de grond nodig als wat ze boven de grond laten zien. En het is ontzettend druk in de bodem. En de natuur kan zich heel erg aanpassen, maar het wordt tijd dat ook wij ons gaan aanpassen, ook in die stad. En in heel Nederland. En dan moet je constateren dat bomen in de stad toch nog een blinde vlek is. En ook letterlijk een blinde vlek. Hè? Je ziet hier de bomenkaart. Die witte vlekken, dat zijn de steden. We hebben geen idee wat de kwaliteit is en wat de aard van de bomen in de steden is. Dat vinden we blijkbaar niet belangrijk. Amsterdam is heeft een mooie voorbeeldrol hier. Die hebben een mooi boek uitgegeven, Biodiverse City. En die kijkt dus echt heel serieus naar wat de tijd van de bodem in de stad, hoe kunnen we dat verbeteren. En eigenlijk komt daar een beeld naar voren van, we kennen de ecologische hoofdstructuur, dat we boven de grond proberen om natuurnetwerken te verbinden. Eigenlijk moeten we dat onder de grond ook doen. We moeten ondergrondse natuurnetwerken maken van bodems en schimmels en dat soort dingen. Dus een hele uitdagende nieuwe loop aan de stand, volgens mij, van de ruimtelijke ordening onder de bodem en ook van de ruimtelijke ordening. En dan, we hebben het vaak over grondgebonden landbouw. Maar we moeten echt toe naar bodemgebonden land. Bodemgebonden landbouw moet van een gezonde bodem uit kunnen gaan. Nou, daar zijn we nog heel ver van weg. En de tegenpool van bodemgebonden landbouw, het is gebouwgebonden landbouw. Ook daar hebben we het niet zoveel over. Maar op dit moment hebben we heel veel vastgebouwd, maar we hebben ook heel veel intensieve veehouderij. Dat staat verspreid in het landelijk gebied. Hele grote oppervlaktes. 2 hectare is niks voor een bouwboek. Ook dat zou je eigenlijk in die discussie over verstedelijking een rol moeten laten spelen. En zeker als we naar een circulaire economie gaan, dan hoort de gebouwgebonden voedselproductie, zowel plantaardig als dieren, wordt eigenlijk thuis in de discussie over de circulaire hubs en waar die in Nederland goed op zijn plek liggen. Dus er kan een heleboel discussie achterweg komen. Mijn afdronk tot nu toe, Nonet Lentek, wordt vooral nu gepresenteerd als een verstedelijkingsstrategie. Maar laten we de bedoelingsstrategie bekijken, een bodemstrategie. En daar zou eigenlijk elke ontwikkeling die je hebt een verbetering moeten zijn van je bodemkapitaal, zowel in de stad als in het landelijk gebied. Ja, en is dan zo'n Europese regel, is dat helpend? Nou, er zijn slimmere ideeën over, denk ik. Ik heb een clubje jonge ruimtelijke ontwerpers onder mijn hoede. Wij doen met mijn bureau samen met 3 andere bureaus mee met het ruimtelijk traineeship midden Nederland. En deze jonge ontwerpers die hebben een plan bij het Stimuleringsfonds voor de Architectuur ingediend. En daar mogen ze aan werken nu. Zij werken aan een bodemlabelsysteem.
Waarbij we zeggen, elke gebiedsontwikkeling moet je eigenlijk zo inrichten dat de netto bodemkwaliteit vooruit gaat. En ze ontwikkelen daar bodemlabels voor. En met die bodemlabels willen ze een soort serious game gaan maken, ook om die bewustwording op te kwikken. En ik denk eigenlijk dat zo'n dynamisch instrument als bodemlabels, vergelijkend met je energielabels, waarbij je, stel dat je wil gaan verdichten in de stad, dan moet je elders moet je, de bodem verbeteren. En dat kan in het landelijk gebied zijn, of dat kan aan de grenzend aan de stad zijn, of dat kan op het dak zijn. Ik denk dat zo'n dynamisch instrument veel hulpvaardiger is voor het doel wat we uiteindelijk naar streven dan een negatief geframed instrument. En ik kwam nog zo'n vergelijkbaar iets tegen bij de gemeente Gooisemeren. Die hebben nu ook al een soort klimaat- of duurzaamheidslabelsysteem. Dat werkt ook stimulerend. En daar kan je ook allerlei incentives aan koppelen. Mijn balans. Nonet Lente, het zou niet nodig moeten zijn, want we hebben heel veel beleid voor het beoogde doel. Al kan dat natuurlijk nog wel beter geïntegreerd zijn. Tegelijkertijd weten wij, in Nederland festivert dat het om allerlei dingen gaat. Dus een stok achter de deur kan geen kwaad. En met dank aan iemand op LinkedIn vorige week, grenzen aan gegroeid. Dank je, Jan-Marie, voor deze wat andere blikken op Nonet Lente als de voorgaande sprekers. Er is weer ruimte voor één goede vraag. Of twee slechte, dat kan ook. Iemand? Ja, ik zie je. Nou, misschien toch, als het gaat over instrumentarium. Kijk, wat de commissie voorstelt is om iets bindends te doen. Nou, we hebben in Nederland al sinds 1987 een wet bodembescherming en toch staat onze bodem er zo heel slecht voor. Dus met andere woorden, heb jij ook ideeën over een bindend instrumentarium daarin? Behalve dan bewustwording. Ja, dat is een bestuurlijk. Als je beleid hebt, moet je zorgen dat het uitgevoerd wordt. En als je dit hebt, moet je zorgen dat er gehandhaafd wordt. Ja, maar ben je voor een bindend instrument of niet? Dat is, ik bedoel. Nou ja, misschien niet zozeer op Nonet Lente zoals het nu lijkt te zijn gepresenteerd. Maar als wij in de bodemwet hebben staan dat er een zorgplicht is voor een goede bodem, waar we later vervolgens Gods mest over Gods akkers gaan. Ja, dat is een bestuurlijke. Maar je bent wel voor grenzen. Ik ben ontzettend voor grenzen, ja. Volgens mij hebben we nog een online vraag, of niet? Ja, onze favoriete luisteraar, meneer Kampen. Die vraagt, moet het ministerie niet meer meewerken aan initiatieven als dat van greenlabel.nl? En het ministerie, dan nu mogen BZK en IMW zijn? Zeker, ja. Nou, dat is misschien een vraag om mee te nemen ook in de beleidsworkshop. En dan zou ik willen vragen dat we daarop terugkomen als we weer in de zaal zijn. Je begon even over het negatieve frame. Toevallig heb ik een 25 jaar oude stoptas om. Ja. Waarop zou de stoptas erbij? Ja, die stoptas heeft gewerkt. Ja. Ik heb blij voor het oude. Dat komen we er wel. Volgens mij is het nu tijd om uit te gaan naar die workshops. Ik ga het heel even uitleggen. Jullie hebben al een kaartje, of je pakt nog een kaartje daar op die tafel. Op is op. Er is een beleidsworkshop, twee versies daarvan, die zijn van PMW. Daar is er eentje hier en eentje in de zaal hierachter. Er is een planologische workshop, ook twee versies van het BBL. Waarom is er eentje daar bij de witte stoeltjes en eentje ook in een zaaltje. En dan is er een wat meer ontwerpachtige. Kwalitatieve. Mijn ouders zijn niet kwalitatief. Van het CDA. En daarom is er eentje daar op de witte stoeltjes en ook in de zaal die in de gang. Dus ik zou zeggen, sta op. Voor de mensen online, er zijn drie
themagroepen gemaakt. En kunt u klikken op het thema? Ik vermoed dat dat in alle groepen eigenlijk. Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Ja, wat daarop zeggen? Ja, wij kregen wel expliciet de vraag om even een roze bril op te zetten en een zwarte bril op te zetten. Maar dat ging ook heel natuurlijk. Dus er zitten ook voordelen aan. Maar... En was dat de zwarte bril? Dit was, ja, als ik het zo moet, ja, ja. Wel zwarte bril, ja. Ja. Kwam er uit jullie roze bril? Het creëren van een beetje schaarste op het uitgeven van nieuwe grond eigenlijk ook een hele grote kwalitatieve winst met zich mee kan brengen, mits je daar natuurlijk goede afspraken over maakt. En dat het, dus het ook een soort van multifunctionaliteit stimuleert. Dus we verwachten wel dat het een einde zal gaan betekenen aan grote monofunctionele grote ruimtevragers, die we nu toch heel veel in het landschap zien. Als je dat als overspreel ziet, ja. Dan klopt dat. Ja. Ik wil even zeggen, jullie zitten op een hele riskante met de toeren. Ik zat net op een wc en er zat een gat in de muur. Ja. En daar kon je gewoon naar beneden kijken. Ja, ze zijn bezig. Ja. Nog veel sneller. Was veel enger dan dit. Ja. Op zich is het goed dat er een wc in de gat zit. Het gat in de muur, eigenlijk, hè? Niet gat in de plant. Ik ga over naar de andere muur. Ja, daar is het. Jullie hier gaan staan, want dan hebben we net thuis het meeste profijt van. Wie je bent en hoe je klinkt. Dankjewel. Ik wilde het kort houden, omdat ik dacht, ja, en alles is wel een beetje gezet, maar dan kwam het toch nog veel korter dan ik het toch plan was. Drie reflecties, want voor een belangrijk deel kwamen ze ook al terug bij ons in de workshop. Dus ik denk dat het mooi is. En vijf als skepsis, ik interpreteer het iets milder dan Jan over het initiatief. En ik zei dat deel ik. Volgens mij kunnen we reflecteren op het wat, het waarom en het hoe van Nonetheless. Misschien eerst maar even het wat, dat heb ik hier gekwalificeerd als het absolutisme. Van Nonetheless, en dat absolutisme zit volgens mij op twee niveaus. Allereerst het woord nul, of geen, dat laat weinig ruimte voor grenzen. En het andere is eigenlijk het woord landtake zelf, of het woord stedelijk ruimtebeslag. Ook daar zit een soort absolutistisch element in, namelijk ruimte wordt wel in beslag genomen of niet. En dat doet volgens mij heel erg weinig recht aan de grijstinten die daartussen zitten. Want het suggereert dat continu niet getekend is of in beslag genomen is, dat dat een soort onontgonnen terrein is waar de bodem benefiteert. En dat die daar niet zou kunnen. Ik denk in twee opzichten een te absoluut begrip om goed mee te kunnen werken. Dan de waarom-vraag. Het gaat heel veel over meten. Ook de bijdrage van David gaat natuurlijk over wat er nou in verschillende manieren om te meten. Maar dan zit er natuurlijk al een stap te ver. In zekere zin, hè, dan ben je al bezig met van hoe we gaan het doen, maar hoe moeten we het doen? De vraag die volgens mij eraan vooraf gaat is, waarom doe je dit? Waar heb je dit goed voor? En het primaire doel lijkt, voor zover ik het in kan schatten, maar ik was ook tot voor kort ben ik onbekend met dit fenomeen. Het primaire doel lijkt toch vooral bodembescherming en verbetering. Maar dan zegt het niet zo heel erg veel over hoe stedelijk ruimtebeslag de bodem kan ontzien of zelf kan versterken. Bijvoorbeeld via wat we nu vaak nature-based solutions noemen. En ook andersom, het zegt ook niet veel over bodembescherming en verbetering in gebieden waar geen stedelijk ruimtebeslag
plaatsvindt. En daar hebben we natuurlijk ook nog wel een opgave, want Jan-Marie gaf dat ook aardig weer. Wij hebben ook te maken met monocultuur, bemesting, bestrijding, etc. Dus allerlei zaken die de bodem aantasten. Dat is dan weliswaar geen stedelijk ruimtebeslag, maar dat wil niet te nemen zonder schadelijk voor de bodem. Dus daar heb je toch een breder perspectief, denk ik, voor nodig dan iets als Nonet Landtake. Een ander doel zou kunnen zijn van Nonet Landtake is het beperken van verstedelijking. Met name vanwege het negatieve gevolg die verstedelijking heeft voor mobiliteit, het landschap en het klimaat. Maar daarvoor hebben we al begrip volgens mij. Duurzaam ruimtegebruik, efficiënt ruimtegebruik, zuinig ruimtegebruik. Noem maar op. En dat zijn volgens mij hele zinvolle begrippen. En ik vraag me af of een categorisch nee op verdere verstedelijking, of dat de zaak heel veel goed doet. Want we hebben soms ook van stedelijke groei nodig om bevolkingsgroei op te kunnen vangen, om agglomeratievoordelen te kunnen genereren. En dat sluit je dan in zekere zin ook uit. En tot slot, dat is volgens mij bij de waaromvraag in ieder geval tot slot een punt wat nog niet zo heel erg veel aan de orde is geweest. En dat is toch de perverse bijwerking van deze poging om ruimtelijke ordening te depolitiseren. In Vlaanderen is inmiddels al een zogenoemde ruimtebalans opgesteld. En dat is geheel passend bij wat we in de sociale wetenschappen de calculative term noemen. Dus de wens om alles maar te meten. Maar dat soort pogingen om te meten leidt ook altijd tot ernstige simplificatie. En het reduceren van allerlei lokale ingewikkelde contexten tot simpele, meetbare eenheden. En ik in dit verband citeer ik altijd graag James Scott, die schreef Seeing Like a State. Misschien bij sommigen bekend. Hij zegt over state simplification, zoals hij ze noemt, they are necessarily schematic. They always ignore essential features of any real functioning social order. He, ruimtelijk boekhouden is nog niet hetzelfde als goede ruimtelijke ordening. Laatste punt, en dat is de hoe-vraag. Dat heb ik maar even gekwalificeerd als verstedelijking op de POF. Want interessant is voor mij de vraag, hoe ga je het uiteindelijk op gebiedsniveau, op planniveau ook echt opleggen en naleven? Hoe ziet dat eruit? Want dan zullen toch bestemmingsplanwijzigingen of straks omgevingsplanwijzigingen, projecten sluiten, zullen getoetst moeten worden aan deze normen. Hoe werkt het dan? Is dat dan wie het eerst komt, wie het eerst maalt? En wanneer dan die verstedelijking duidelijk op is, gaan we dan stoppen? Is het dan klaar met de verstedelijking? En dan dringt toch volgens mij als heel snel de analogie met de programmatische aanpak stikstof op. Dus je bouwt zolang er stikstofruimte is en onder de belofte dat je op een ander moment, op een andere plek, de zaak wel gaat compenseren. Maar dat doe je uiteraard niet. En uiteindelijk loopt alles los. Dus kortom, het gevaar van verstedelijking op de golf. Dus bij deze mijn reflectie van wat we om doen. Dank je. Zoals wel vaker bij jou. Zoals wel vaker bij jou weet ik er niet helemaal precies of je nou enthousiast bent of juist. Nou, dat is. Enthousiast heb je hier denk ik niet uit. wat zou je Gita en de haren willen adviseren die dan hierover aan de slag gaan met Europa? Dat tegendruk. ik denk dat. En goed nadenken, waar we in de sessie over, van welke doelen wil je nu eigenlijk bereiken? Want het is heel erg vanuit de oplossing hebben we en vervolgens gaan we daarmee aan de slag, maar toch echt het verhaal over nut en noodzaak. Want hier krijg je heel weinig mensen voor mee. Op deze manier. Op deze manier. Ja, volgens mij, David zei in zijn inleiding al, ik wilde heel graag met planologen hier over praten. Dan ben je zelf een soort van planoloog, dat moet je een beetje te kort nemen misschien. Mijn ex-vrouw was wel eens, je bent een echte planoloog geworden, hè? Dat bedoelt ze niet. In de kenmaak, dus ja. Dat is eigenlijk op de mensen.
Maar onze planologische traditie, je zei het al, we hebben veel andere instrumenten. De bottom line is, die leiden niet echt tot minder beslag met afdekkende bodem. En ook zeg maar, de suggesties die Jan maar niet deed, zeg maar, neem bodem, een bodemleven, een bodemkwaliteit, dat zijn wel dingen die we niet hebben in ons. Nee, dus de onderliggende problemen zijn volgens mij ook heel urgent en belangrijk. Hè? Dus de versteding, het werk dat je met bodem moet krijgen, daar moet je wel serieus over nadenken. Maar of dit het vehikel is waarmee je dat moet willen bereiken, hè? Zo'n absoluut instrument die elke lokale differentiatie negeert. Ja. Ik moet wel, want daar kunnen we misschien nog een keer over. Oké. Heeft iemand nog een kritische of opbouwende vraag? Wordtepping? Dit is je kans, hè? Professor toch even raar. Dankjewel, Eppie. We zouden doorgaan naar Wouter van de CRA. Dat doen we niet. Als ik vragen heb die de zeg maar, dus voor een bespiegeling van de CRA vereisen, dan ga ik naar Rienke. Maar dan hou ik niet dat ik door in het grapaarval. Ik wil graag nu één van de ministeries uitnodigen die hier volgens mij verhoogde interesse in zou moeten hebben. En inmiddels ook wel volgens mij een aantal ministeries hebben het ook wel gekregen. IMW en deze kaart hebben volgens mij langs gepakt in deze discussie. De ministeries EZK en LNV zijn nog behoorlijk stil op dit domein. En onze afspiegeling van ver komen, maar dichtbij werkt, is alweer getrokken. Ik vraag een kaart aan Ron. Voor jou wel, Lexie. Ik voor wie wij niet kennen binnen het Binnenlandse Zakencoördinator van Team Spreken. In de aftrap heb ik eigenlijk al als eerste genoteerd dat we, denk ik, vanuit ons team ons in Europa het Team Landweek moeten gaan noemen. In plaats van Stedeking. Ik vond het een hele aardige observatie van jou. Woordgebruik doet het toe, dat weten we allemaal als beleidsmaker. Maar dit is zo'n Landweek, het overnemen, het afpakken. Stedeking is altijd zo'n mooi beschaafd woord, vind ik eigenlijk. Dus ik zal het nogmaals, jouw observatie erbij vind ik wel een hele aardige. Dan even beginnen bij de titel van dit symposium. Stop Europa de besteding. Nou, of het nou precies jullie aankondiging is van je spreek, maar iets heeft toch volgens mij langs deze lijn in ieder geval minister Hugo de Jonge enorm wakker geschud. PBL, dit symposium had hij op zijn netvlieg, is die vorige week hadden we verschillende overleggen over begonnen. En mijn smaak daarbij is dat hij jullie vraagteken van dat symposium doorstreept en daar zet hij een uitroepteken aan. Ik denk dat een beetje zijn positie is, zoals Jan Fokkerman net even verwoordde. Die wil ik toch maar even meegeven, niet om hem klakkeloos te volgen, maar toch even de politieke setting en hoe in ieder geval onze minister op dit moment hier naar kijkt. Dus is BZK wakker? Begint wakker te worden. Is de politieke leiding wakker? Ja, die is zeker wakker. Maar nog even wakker. Dan naar het rapport, waar toch even ook echt een stil te staan en een credit te geven. Wat mij betreft, er zaten wat mij betreft een paar hele goede observaties in, constateringen in. En die zitten eigenlijk wat mij betreft niet zozeer juist in de hoek van de tabellen en de plaatjes. Hoewel heel terecht dat ze erin zitten en dat je daar wat mee toe kunt gaan. Maar die zitten veel meer wat mij betreft in jullie waardering, de opstellers van het rapport, op het punt van eigenlijk meer hoe maak je nou effectief beleid en wat voor type instrumenten horen daar wel of niet bij. Het waarschuwen ook, het kan ook naar jouw presentatie toe terug, in die perverse effecten, hoe stel die je achter weg kunt houden. Je observatie op het punt van, hey, die hele RO zit hier toch op een hele ingewikkelde manier straks in. Je krijgt van allerlei kanten allerlei absoluutheden mee. Vind je het net het ook voor in de trapoplevering van de wetten over. Zitten allerlei absoluutheden in, terwijl je als RO'er, je wil wegen, je wil afwegen, keuzes kunnen maken, een beetje speelruimte kunnen hebben, et cetera. Daar zit, denk ik, vooral vanuit mij,
De K toch echt wel die zorg. En wat mij betreft zet je die echt heel duidelijk in je verhaal neer. En daarmee dus ook echt uitdrukkelijk de vraag: doen we? Nou, volgens mij best wel goed, best wel heel ontzettend. Daar is het ook veel over. Elk stapje naar die instrumentering waar het nu naar lijkt gaan worden, word ik nog altijd aan het uitzending. Dus, nou ja, nogmaals, bruikbaar rapport. En als beleidsmakers hebben we altijd natuurlijk twee meningen. We hebben niet bruikbare rapporten en bruikbare rapporten. Deze is wat mij betreft in de laatste vak. En waar wel in de goede zin van het woord, hij triggert. Hij gaat ons echt helpen, volgens mij, in dit beleidsdebat voor de komende periode. Ik zei al net even wat over dat. Je kernrol, je kernpakket is het afwegen van. Dat proberen we op verschillende schaalniveaus. Ik denk zelf op dit moment wordt een hele interessante, dat hele traject van het puzzelen vanuit die provincies. Het letterlijk bij elkaar brengen van al die ruimtelijke functies. Ik vind het nog echt heel spannend of dat gaat slagen, hoe we daaruit gaan komen, wat we daarvan gaan leren en of dat ook niet een pure technocratische exercitie gaat worden waar we echt scherp krijgen wat kan en wel wat niet. Ik denk dat dat ons ook wel kan gaan helpen in dit debat. En dus op elk schaalniveau zie je precies dat puzzelproces op dit moment bezig. Nou, gevoelsmatig zou dat iets zitten wat meer in die kwalitatieve benadering. Hou speelruimte voor het afwegen op die verschillende schaalniveaus. Dat zou mijn basis hoofdvisie moeten zijn. Welke ik echt nog uit het gesprek, zo net haalde ik ook in de presentatie. Eigenlijk is het wel grappig, hè? Qua bodem zit het probleem eigenlijk helemaal niet aan die stedelijke kant. Maar zit in Nederland eigenlijk heel erg aan de landbouwkant. Daar is die kwaliteit zo nauw zien op dit moment. Nou, niet zeggen dat je aan de stedelijke niks moet doen. Maar die tweedeling die natuurlijk een beetje achter dit mechanisme. En je hebt die verdorven stad. En je hebt de mooie natuur en landbouw. Dat is een dichotomie die natuurlijk zeker in het Nederlands nu op dit moment helemaal niet speelt. Dus die vind ik ook nog wel eentje om in de nacht te houden. Tegelijkertijd van de andere kant. Iets is gekomen, ja, het schijnt daar beter. Jan Marien natuurlijk heel erg op. We hebben natuurlijk fantastisch mooi beleid. Vinden wij zelf, vinden de andere departementen. Jouw lijstje is natuurlijk indrukwekkend. Tegelijkertijd, de effectiviteit ervan, nou, dat is nog wel een dingetje. Dus dat, nou ja, daar zit wat mij betreft op de sleutel. Op papier kunnen we het mooi. Ik denk ook echt water en bodem sturen. Hartstikke terecht dat hij zo prominent in het regeerrapport staat. Hartstikke terecht dat er op je, hè, dat IMW er ook niet die uitwerking op geeft. Maar ja, het toevoegen aan een lijstje is nou ja. Dus nog maar die effectiviteit van die totale set van de beleidsinstrumentarium moeten we als departementen gezamenlijk de komende periode dan ook wel uitmaken. Maar dat is volgens mij een les die we ook, in ieder geval in de hoek natuurlijk van het landbouwbeleid, de afgelopen periode hebben geleerd dat, dat in ieder geval de Europese Commissie ons niet meer echt groot was in Nederland. Dus ja, dan moet je wel wat. Alleen maar roepen, het werkt niet, het kan niet, het moet niet. Ik weet niet hoe effectief die is. En daar moeten we, ik begon net even met de positie van onze minister. Daar moeten we een goed verhaal op gaan bouwen dan. Volgens mij stipt hier net als Edwin ook aan iets over die lokale of regionale praktijken. Hoe maak je zo'n afweging? Ik vond het ook mooi. Het vindt volgens mij ook wel iets over, en zelfs Janne Marie, hè, ja, de grond buiten de stad is natuurlijk niet zeg maar heilige, mooie, rijpe grond waar nooit iets in is gebeurd. Misschien is dat in sommige landen nog wel zo. Volgens mij heb ik in mijn jeugd nog wel plaatjes gehad op school over de woeste gronden van Nederland. Ik weet niet of er jongere mensen in de zaal zijn. Ik hoop niet dat dat nog wordt onderwezen in het aardrijkskundige onderwijs, want er zijn geen gronden meer in Nederland. Heeft iemand een rechtstreekse vraag aan Ron? Ik zie er weer eentje uit de onderwerp. Ja, ik heb een verheldende vraag. Toen is dat er een uitroepteken achter. Maar wat bedoelt u daarmee? Ja,
En dat was dus vanuit de titel van het symposium, stopt de EU de versterking? En hij zegt, de EU stopt de versterking als het met een no-net land take echt zo betaald gaat worden in zo'n strakke kwantitatieve... Een negatief oordeel. Absoluut. Dat wil ik nog horen. We hebben nu ruimte voor vragen en discussie aan elkaar. Ja? Je hebt een vraag vanuit de mensen achter mij. Ja? Moet jij dan niet ook blijven staan? Iemand zegt, ik hoor niets over de bedreigingen van klimaatverandering, zoals we ook land moeten gaan opgeven. Ik hoor niets over de bedreigingen van klimaatverandering, zodat we ook land moeten gaan opgeven. Zoals, ja. Ja. David, wil jij er iets over zeggen? Want daar heb jij de afgelopen 2 jaar op gestudeerd. Ja. Misschien ook even daar naartoe gaan voor de hoorder thuis. Oh ja. Die stelt ook de vraag. Ja. David Hamers, die werkt op dit moment aan de ruimtelijke verkenningen 2024. 4 scenario's die op 9 maart uitkomen over mogelijke normatieve toekomsten voor Nederland. Ja, binnenkort in dit theater. Klimaatverandering is een van de vele lagen waarop wij Nederland bekijken. En wij richten ons op 2050. En ik begrijp dat de Europese Commissie precies die datum ook heeft van No Atlantic. Klimaatverandering en als het gaat om het opgeven van land, heb je het toch veel meer over de periode 2050-2100. En dat gaat dan niet alleen over de zeespiegelstijging, maar ook over de rivieren die moeten gaan afwateren. En ook over allerlei bodem- en water-issues in laaggelegen gebieden. Die issues komen wel naar voren. Ik ben benieuwd, dat is natuurlijk vrij typisch Nederlands. Zeespiegelstijging uiteraard niet, maar we liggen wel aan zee. En ook dat laaggelegen gebied. Ik ben benieuwd, een vraag aan de andere David Ever in dit geval. Realiseert de commissie zich zo'n contextgebonden situatie? Nou, net zoals Edwin zei, dit is echt een absolute no-net land take. Ja. En op dit moment is dat een mantra. Ja. En we weten helemaal niet hoe het gaat uitpakken. Ja, misschien is het Europa breed. En je mag wel een land take hebben in Nederland als ik gecompenseerd word in Bulgarije. We weten helemaal niet hoe het wordt vormgegeven. Maar het is wel belangrijk dat we tenminste een discussie nu hebben voordat alles wordt voor ons besloten. Ja. Het zat als de zee land take. Ja, precies. Wat is het? No net sea take. Maar dit was bij wijze van een kleine reflectie op een ander product van de Pedant. De mevrouw Helmendaar, zeg even uw naam. En dan... Ik ben mevrouw Kleen, ik werk bij Rijkswaterstaat. En ik doe ook het ministerie met het Europese beleid en de bodemstrategie. En ik hoor allemaal heel negatieve verhalen over no net land take. En aan de ene kant snap ik dat ook best wel, want het is wel een heel hard iets. Maar ik wil toch ook wel een lans breken om mee te denken met de Europese Commissie. Om invulling te geven aan de doelstelling om duurzaam om te gaan met een kostbare bron die we hebben. Een kostbare hoeveelheid land en bodem. Want de commissie zelf ook helemaal niet zo hard op die no-net land take. Maar het bekt natuurlijk wel lekker om zoiets neer te zetten. En ik denk dat we vooral moeten nadenken met elkaar. Hoe gaan wij in Nederland zuinig om met ons land? En daar wil ik best een uitroepteken achter zetten. En daar wil ik ook geen komma, ook een komma achter zetten en geen punt. Maar het zijn gewoon is heel belangrijk dat wij met die hele beperkte hoeveelheid land eens goed nadenken waar we het aan willen besteden. En ik vind het gewoon, woningbouw is best belangrijk, maar we hebben ook andere hele belangrijke opgaven. En om het zo van tafel te vegen en het zwartste scenario te noemen, dat vind ik echt heel erg jammer. En ik zou ook iedereen willen uitdagen en vragen om mee te denken, hoe kunnen wij met z'n allen hier zorgen dat we straks generatie na ons ook nog keuzes hebben, dat we genoeg gezond systeem om ons heen hebben, dat we niet de hele tijd op zoek zijn naar geitenpaardjes, maar dat we gewoon met elkaar nadenken over een echte oplossing waar we straks ook nog voor kunnen staan. Dat vind ik echt heel belangrijk. En dat wil ik toch even hier kwijt. Dank u wel. Volgens mij is er wel wat van hezen in de zaal voor de stand.
Ik wil even toch aan Jan-Marie vragen. Jij had een lijstje van alle maatregelen die wij al hebben, hè, in Nederland. Blauwgroene dooradering, ladder voor duurzame verstedelijking, et cetera, et cetera. Helpt dat het pleidooi van die mevrouw? Dat we die regels... Krijgen we staan. Dat, ja, dan moet je goed uit. Ja. Ja, is het voldoende dat... wat we doen? Zeg maar? Zit het goed tussen de oren? Nou, ik denk niet. Ik denk ook dat, de mensen die hier zitten, toch even peilen. Wie zit hier vanuit toch voornamelijk een verstedelijkingsbril? Ten opzichte van? Ja. Ten opzichte van een bodembril. Bodemkwaliteitsbril. Verstedelijking. Oké, okay, dat is toch de meerderheid, hè? Nee. Ja? Het is een kleine minderheid. Wie zit hier omdat de bodemkwaliteit zo ontzettend belangrijk is? Het zijn beduidend minder. Ja, dat zijn de minder. En waarom de rest er zit, weten we niet. Maar als we nou beginnen om met elkaar dat gesprek te voeren over wat leven in Nederland nou is. En we leven in Nederland in een vruchtbare delta. Met waanzinnig goede bodems. Dat geeft ook een verantwoordelijkheid binnen Europa om die bodems heel erg goed te gebruiken, te benutten, te bewaren. Nou, alles wat je nodig hebt. Dus, Marco, ik ben het ontzettend met je eens. En wat ik wel goed vind, is dat we op Europees schaalniveau kijken van wat betekent dit nu? Maar dat betekent dus ook dat we naar een Europese ruimtelijke ordening moeten, om te kijken voor waar kunnen we nou wat het beste doen. En vandaar ook mijn plaatjes van, heeft dat zin dat we hier zo ontzettend veel gerbera's en rozen kweken in grote... Gedaan. Ja. Dat is maar een verschone familie. Over de hele wereld. Dat is maar een verschone familie. Ja, nee, daar is... Zijn ze nog bij me? Okay. Dus ik denk dat wel het goede is dat... Nou, net Lentweek kan een gesprek op gang brengen, wat wel heel erg nodig is. En dat is op Europese schaal nodig. En dat heb ik ook vanmiddag heel erg geleerd. Het kan heel gevaarlijk zijn op Europees niveau, want dan krijg je inderdaad dat landje pik en noem maar op. Maar het kan ook iets heel moois betekenen, namelijk dat we eindelijk een keer op Europees niveau een goede ruimtelijke ordening gaan doen. En daarin kunnen we ook weer gidsland zijn, hè? Laten we wel wezen. Ja, maar dan moeten we wel stoppen met die geitenpaardjes. Ik heb ook nog wel even een vraag aan onze meest internationale Nederlandse planoloog. Dat is David Evers. Voor de mensen die weten, hij is geboren in Suriname en opgegroeid in Portland, Oregon. Maar wij waren afgelopen vrijdag op bezoek bij het Bundesamt voor Bouwstad und Raumplanung. Duitsland. Die hebben een kwalitatieve doelstelling. Die willen maar 30 hectare extra ruimtebeslag per dag. Dat halen ze al jaren niet. Ze zitten op 50, niet te zien. Maar ze hebben wel een doelstelling. Het was veel hoger. Het was veel hoger. De doelstelling heeft wel geholpen. Jij zegt, heb wel eens tegen mij gezegd op de gang, niet in een rapport. dat je vindt dat de Nederlandse planologen niet echt een heel goed beeld hebben van hoe goed of hoe slecht ze het doen. In die Europese context. Zie jij ook verbetering mogelijk in die praktijk, in het toepassen van de dingen die we al hebben? Ik denk wel altijd ruimte voor verbetering is, maar ik denk in elk geval is het belangrijk om dit doelstelling van Europa, want het is een duidelijk signaal. De Duitsers zijn ermee bezig, Oostenrijk is er ook mee bezig, België is er heel sterk mee bezig. Dus het leeft in Europa. Het leeft eigenlijk helemaal niet in Nederland. En ik denk, dit is misschien een mooie startsignaal om te kijken van, planologen, als wij dit een nobele streven vinden, zuinigruimte gebruikt misschien tot nul, laten we dat zien. Wie moet dat uitvoeren? Voor een deel de ruimtecoördinaars. Dus dit laten we misschien hier bewust van worden. En misschien kunnen we het gebruiken om ons vak beter... Is het zo dat we het niet doen? Want ik bedoel, als ik denk aan thermos, gebundelde deconcentratie en weet ik het wat allemaal. Dat zijn beleidsconcepten van 50, 60 jaar oud. Dus volgens mij deden we het al.
ja, we zouden natuurlijk nog het beste de feiten en de cijfers ernaast kunnen leggen. Doen we het nu nog steeds en doen we het nog goed? Maar dat we het niet deden, dat zou ik toch wel willen bestrijden, zeg maar. Niet als een doelstelling dat we steeds moeten afbouwen. Nou, je hebt het over zuinig ruimtegebruik. En dus er lopen voortdurend over welk doel hebben we het nou? Gaat het over een goede bodem of gaat het over zuinig ruimtegebruik? Op dat zuinig ruimtegebruik hebben we altijd beleid gehad. En de rode contouren, groene contouren, compacte stad beleid, bufferzone beleid, weet ik veel. En we hebben wel heel veel daarvan losgelaten. Dat kunnen we weer vastpakken, zal ik maar zeggen. Maar ik zou denken, eigenlijk in connectie met wat ze van Rijkswaterstaat zeggen, ook het hebben van uitzicht. Hè. We hadden op een gegeven moment die snelwegpanorama's en het enthousiasme over mensen die zeggen van, ja, ik wil graag ver weg kunnen kijken. Dat is ook een waarde. Dat vind ik een hele belangrijke ruimtelijke ordeningswaarde. Je moet het niet allemaal dichtzetten. Dan krijg je verhalen over wie heeft dit eigenlijk besteld. Ik wil kijken. Ik wil ruimte beleven. Ik herinner me wijlen professor Henk Voogd uit Groningen, die de uitspraak heeft gedaan, als je in Nederland aan de rand wil wonen, moet je vaak verhuizen. Ja, onze Belgische collega's, dat komt in de chat, die zeggen, we hebben het gevoel dat jullie in de ontkenningsfase zitten. Ja. Het gaat om nieuwe manieren van denken en omgevingsdenken. Dus Pies uit België. Is dat Stijn? Dat is Stijn, ja. Die zien we wel eens, ja. We zitten in ontkenning. Herkent iemand het gevoel van ontkenning? Ja, eerst een Leo? Ja, maar het hele verhaal over de deconcentratie en zo. Ik denk van we hebben de laatste 15 jaar. En we zijn maar dat erfgoed en allemaal kwansel. Zien de verdovingsdiscussie en die heeft nu geleid tot een ingreep op nationaal niveau. Dus het was heel fijn geweest als de Europese Unie 15 jaar geleden al was gaan meekijken en gaan meten en kan roepen van wat hier gebeurt is niet zo handig. In welke stad woon jij? Doet er niet toe. Jij woont in Nederland. Dat is één stad. Nog. Wij hebben gewoon uitgerekend, er komt elk jaar een heel Haarlem bij in Nederland. En alle ruimtes in Brugge. Dat voorstel is uit 2011. Toen is de Europa dan neergelegd. Dus dat is toch al best wel even geleden. Het is niet dat het pas van nu is. Nee, maar deze discussie is volgens mij de eerste onderpanelopen die we op deze manier hebben. Ik denk dat het een beetje een oproep is van Stijn, planologen der lage landen, verenigd u. En leer van elkaar. En dan reken ik Vlaanderen toch ook maar even tot de lage landen. Sorry Stijn. Ik zal even naar je zwaaien. Ik wil eigenlijk de discussie sluiten. Tenzij iemand nog een prangende vraag heeft voor iemand die hier is. Want dan gaan we over naar het moeilijke Mentimeter deel. Wat mensen van communicatie altijd verzinnen bij al onze... Heeft iemand nog een vraag, een opmerking, een stelling? Ja, daar. Ik heb een vraag over wat wordt gedaan met de kleine groepjes. En wat, ja. Want wij hebben geen terugkoppeling gehad. Ik ben een participatiemethodoloog. Ja, ja. Je bent hoogzitter. En wat, waarom zaten wij daar en wat gaat er mee gebeuren? Daarom vind ik, wil jij dat beantwoorden? Ja. Ja, misschien niet Erna. Goede vraag. Misschien niet erg methodologisch verantwoord, maar wij zagen als hoofddoel van dit hele bijeenkomst is dat de mensen met elkaar praten. En dit is helemaal aan het begin van een discussie. Dus wij wilden dat aanzwengelen. Dus ja, that's it een beetje. Hè? Er komt misschien van mijn kant wat terugkoppeling van mijn sessie op papier, maar wij doen dat niet consequent. En wij doen geen grote plenaire terugkoppeling. Maar er is ook een uitnodiging om gedachten te delen met het mailadres waar u de uitnodiging van heeft gehad. En dan verwerken we dat ook in het eindverslag, waar u terug op brengt. Geen plenaire terugkoppeling. Nee, dat mocht ik niet doen, was van tevoren gezegd. Je mag geen plenaire terugkoppeling. Nee, dat zal niet zo zijn. Dan was het handig als dat van tevoren gemeld was. Oh, yeah. Want dan creëer je geen verwachtingen. Ja. Ik zal, we moeten iets doen, hè, Mark. Ik zal de volgende keer. Ik weet waar je op benieuwd.
Dit is jouw ding, toch? Nee, maar dan kun je gewoon met je laptop. Ja, dat is het. Ligt aan het scherm. Het ligt aan het scherm, want dat scherm doet het wel. Wat deze? We gaan hier verder. Misschien is het daar. Wel, maar dit gaat af. En het scherm uit staat hier. Als ik hier op de scherm zit. Dan gaat hij ook. Nee, doet hij het weer? Ik denk dat die man in dat pak altijd is. Maar we kunnen het ook op jouw laptop zien, hè? Nu. Kijk, ik ben vraag 1 Ja. Ja, maar dat is de Met andere woorden. Wat was de matchmaker? Even kijken. Jij. We hebben een Mentimeter, die heeft een code. Dus ga naar www.mentimeter.com op je telefoon. En omdat de code niet in beeld komt, ga ik die voorlezen. Maar. En probeer het op papiertje staan. En dan kan jij gewoon meten. Denk ik, want misschien alleen jouw schilderij. Ja, de code is 3443 0906. www.mentimeter.com. Ik zal nog één keer halen. 3443 0906. Nou, wat zit er op jou te wachten? Kijk gewoon nu uitslagen. Wat niet? Ik heb geen idee waar je naar zit te kijken. Ja, dit is een participatie. Dit is een We kunnen ook jouw scherm hierin stoppen. Ja, dat moet. Ja. Dat is misschien deelnemen. Ja, want David is deelnemen. Laura, kom eens hier met je scheel. Ja? Kijk, we doen gewoon. Het is bijna tijd om te stekken eruit. Het is bijna tijd om te stekken. Het is bijna tijd om te stekken. Alleen deze. Maar ja, het is. Gebeurt er nog iets? Heel lekker, hou vast. Nou, jammer, ik was al in discussie al. Ik kijk nog even naar. Je hebt wel iets in beeld, hè? Helemaal, dat is het gewoon. Als je nou even op groot zit.
Yes. Zal Europa de verstedelijking stoppen? Nou, we hebben een uitslag, mensen. We hebben een uitslag in beeld. Ik weet niet hoe representatief die is. Sorry. Nou, ja. De uitslag is dat... dat even kijken. 11 mensen zeggen ja. Europa gaat de verstedelijking stoppen. 25 mensen zeggen nee. Europa gaat de verstedelijking niet stoppen. En er zijn heel veel D66'ers in de zaal. Want die denken dat Europa deels de verstedelijking gaat stoppen. Dat zijn 29 mensen. Kunnen we de volgende vraag doen? Ja, dat staat ernstig. Maar als dat niet lukt, dan stoppen we ermee. Of misschien kunnen we met handen omhoog. Dat kan ook nog. Oh, nu heb je alles uit beeld. Jij moet aan de hand komen. Hij is weer weg. Ja, we gaan naar de borrel. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik wil David in ieder geval feliciteren met zijn mooie rapport. Voor ik het laatste woord geef aan David, ja, dat is best een applausje waard. Nee, ik heb het. Bas en Martijn, gaan we even staan. Die hebben ook heel erg meegemaakt. Voordat ik het laatste woord geef aan David, wil ik weer een beperkt stapeltje B-boekjes. Bouwen met behoud van leefomgevingskwaliteit. Zijn gemaakt door volgens mij het CRA en ons samen met PWO. En dit is een voorbeeldenboek hoe je kunt inbreiden en leefomgevingskwaliteit kunt toevoegen bij inbreiding. Het kan misschien heel handig zijn bij No Net Lente. Maar er ligt maar een beperkt stapeltje, dus ook hiervoor geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Laat het op en daar. Een van de vragen op de Mentimeter was, willen jullie nog eens praten over No Net Lente en willen jullie graag praten met mensen die dit al hebben ervaren, bijvoorbeeld onze zuidenburen, Duitsers, die al beleid voeren op dit gebied. Ja, ja? Ja. Ja. Wel even de handen zien, de meter. Volkomen, ons jullie mogen allemaal aanmelden. Ja, dus ik hier. Is in het Duits. Super, vielen dank. Is toch een bril achtergelaten door iemand? Ja.